Vele ondernemers zetten zich steeds meer in voor groen ondernemen en willen op steeds meer gebieden besparen, zoals het besparen van energie. Maar welke oplossingen zijn er eigenlijk voor? Verschillende ondernemers hebben hierin hun krachten gebundeld en hierover praten we met Jeroen Geurtsen, Jolanda Kolen en Anja Arts. Wij werken uit de filosofie, als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. Die filosofie hebben we in samenspraak met verschillende bedrijven samen willen voegen. Het duurzame is dat we werken met materialen die ten eerste duurzaam zijn op het gebied van energieverbruik. Maar ook op de toekomst recyclebaar, wat heel erg belangrijk is. Vooral in de toekomst als er minder grondstoffen zijn. En het duurzame eraan is dat jongeren in dit geval ingezet kunnen worden, waardoor de installatiekosten gereduceerd kunnen worden. En dat de jongeren ook meer meekrijgen van wat is er nu eigenlijk voor onze eigen toekomst belangrijk. Nou, wij zijn eigenlijk een groep idealisten met filosofie ook van altijd onderdeel te willen zijn van de oplossing, niet van het probleem. Wat wij eigenlijk willen is zoveel mogelijk energiebesparing voor de klant behalen. Dus wij ontzorgen de klant volledig en kijken dan vanuit de holistische visie. En dan gaan we de energiebesparing in kaart brengen. Dus niet vanuit economisch gewin, maar gewoon met het budget van de klant zoveel mogelijk energiebesparing behalen. En dat is wat we doen en groen ondernemen voert dat uit. Bergopwaarts is een maatschappelijk ondernemer die samenwerken met andere partijen heel hoog in het vaandel heeft staan. En vanuit die visie vinden wij het project Use to Inspire echt een project wat wij met ons gehele hart omarmen. En waarom vinden wij dat zo belangrijk? Omdat het een aantal voordelen voor alle partijen heeft. Met name omdat de jongeren die normaal niet zo'n kans hebben op de arbeidsmarkt hiermee aan de slag kunnen. Groen ondernemen, omdat hij met zijn LED-verlichting aan de slag kan en dat duurzame aspect daarin past geheel binnen onze visie. Bergopwaarts, omdat wij minder onderhoudskosten hebben op termijn. En nogmaals, het maatschappelijke hart en het totale project past geheel binnen ons plaatje en hebben wij met veel liefde omarmd. De jongeren eigenlijk heel weinig kansen genieten. Die kans willen wij dus bieden. Hier kunnen ze een cv mee opbouwen, een ervaring mee opbouwen. En wij zijn heel blij dat Bergopwaarts die kans wil geven. Want niet veel willen die jongeren die kans geven. En zo proberen we voor iedereen een win-win situatie te creëren. Want hierdoor is het natuurlijk ook goedkopere installatiekosten. Dus dat is voor iedereen een win-win situatie.